Het grote uur U. Dat van het WK-cross voor elite-renners. Het parcours, hoogteverschil 75 meter. Dat is wel wat natuurlijk. En dat zit eigenlijk vooral in een dubbele klim. De klim waar Nijs in 2005 in de slotronde het verschil maakte. Sankt Wendel is in een driekleur gehuld. Het zijn de Duitse kleuren, maar het zijn nog veel meer die van ons. Naar schatting 80-85% Belgen. Het is ook niet zo ver van huis, hè? Een goede 300 kilometer en je bent er. Dat zijn de laatste winnaars. En u ziet het, ook daar komen die kleuren terug. Liefst 8 keer de jongste 10 jaar. Maar het grote probleem, dat is de wereldkampioen van vorig jaar, Stibar. Nu is het wel zo dat de voorbije 26 jaar slechts 3 renners hun titel wisten te verlengen. Bart Welles, die was daarbij. Mario de Klerk ook. En Erwin Vervecke ook. In de nadagen van zijn carrière. Haast per ongeluk in 2007 in Hoogleden. We gaan eens kijken naar de startlijst. En dan gaan we de grote mannen eruit halen. Stibar natuurlijk. Vooral Stibar. Albert en Nijs en Pauwels. Nummers 8, 9 en 10. En dan de andere landgenoten. Opletten voor Klaas van Tornhout. Altijd in zijn sas in grote kampioenschappen. Meeuwsen, wat doet hij? En waar kan Welles uiteindelijk uitkomen? Marco Bianco, nee, veeleer Fontana. Dat is de sterke man bij de Italianen. De Nederlanders zijn slechts met 3 en hebben niet echt een kanshebber. Page was bijna wereldkampioen in Hoogleden, maar heeft nooit meer dat pijl gehaald achteraf. Gavenda was veelbelovend. Maar wat kan hij nog? Philippe Walsleben voor eigen volk. Fengsten, misschien wel de beste starter van allemaal. We wedden dat hij straks mee vooraan is in de aanloopfase naar de echte debatten. En dan zijn we in totaal met 58. Want Franzoy is inderdaad weggevoerd naar het ziekenhuis. En er is vrees voor een breuk van een paar ribben. We zijn dus met 58 en die komen uit 18 landen. Hier is Bart Welles, de zelfverklaarde favoriet. Let op het nummer. Dit is Klaas van Tornhout. Klaas kan alles, zegt Klaas over zichzelf. Dit is Bart Arnouts. Hij voor zichzelf of in een ondergeschikte rol? Een gat dichtrijden bijvoorbeeld. Stibar, wat doet hij? Na Hogerheide. Meteen ontploffen we bij de start. Of toch even rustig aan. En Nijs. Inderdaad, kalm. Zelfs achter die zonnebril zie je dat. Kijk naar Meeuwse op de tweede rij en de Knecht. En hier Pauwels. Dat is mijn parcours, Kevin Pauwels. En mocht Pauwels wereldkampioen worden, ik denk dat iedereen daar vrede zou mee hebben. En hier Niels Albert. En hier Mouret. Van Albert mogen we toch verwachten dat hij de wedstrijd hard maakt. En laat Mouret alsjeblieft niet gaan liggen, niet vallen voor een Belg. En we zijn vertrokken. Ja, ze zijn weg. Ze zijn weg. En het, ten eerste bocht is al zo belangrijk. Iedereen gaat naar binnen komen. En Stibar meteen naar de kop met een klatje Belgen aan het wiel. Hier op de atletiekpiste, op de tartanbaan. Stibar. Was te verwachten. Is dat Bart Welles onmiddellijk aan het wiel? Dan de Nijs in derde positie. Het is Klaas van Tornhout aan de koord. Een heel pakket stormt daar de piste buiten. En dan gaan we naar de eerste strook. Renaat. Ja, het eerste veld met Stibar. Met nog altijd Welles. Met Nijs van Tornhout schuift op. Er zit ook een Amerikaan tussen. Met de rug nummer 30. En zo duiken ze het veld in. Iedereen zonder probleem door die eerste keiharde strook. Jeremy Powers is die Amerikaan. Nijs staat er aan de lengte. Wel eens aan het wiel van Stibar. Stibar die als een wilde man tekeer gaat. Ook Meeuwse is er zeer goed van start gegaan. Ook Pauwels. Alle landgenoten zijn goed weg, Paul. Jawel, jawel. En ook belangrijk achteraan. Een valpartij dus. Maar onze Belgen vooraan. Albert is dan wel de laatste Belg. Maar dat wil nog altijd zeggen dat hij bij de 7-8 eerste rijdt. En dat is eigenlijk voor hem. Voor hem is dat zeer, zeer goed. Ja. Hij heeft niet de allerscherpste reactiesnelheid, maar is inderdaad goed weg. Van Albert moet het komen, wat het hard maken van de cross betreft. De balkjes. Durft er al iemand te springen? Ja, ja, Nijs doet dat. Amai, amai. Zelfvertrouwen ook, bij Nijs. Ook. Ja, 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 ja.
Ja, is goed. En daardoor onmiddellijk op dat wiel van Welles. Ja. Hier zien we Albert, circa 10e positie. En hier recht blijven, recht blijven. Dat is het allerbelangrijkste. Dat gaat goed. Het zijn profs, weet je. Sommigen kiezen voor het lopen, omdat ze in de voorbije wedstrijden gezien hebben dat het hier een echte Janboel was. Ja, ook nog eens een keer gekeken naar Albert. Moest daar 2 plaatsjes prijs geven, maar alweer valt het nog mee. Zijn parcours, zijn stroken komen er eigenlijk nu aan. Stipaar met een klein gaatje, een metertje of 2, 3, maar niet echt veel betekenend. Hier, vanaf hier, mag je al zeggen dat het lastig wordt. Absoluut, absoluut. Hier komt een strook van toch wel 200 meter klimmen. Maar Stibart dus, is vrij fanatiek. Hè. Dus hij laat het maar niet stilvallen. Kijk niet achterom. Ja, hij vliegt er onmiddellijk in. Hij plakt aan het wiel. Dan zien we Bart Welles, dan Meus en dan Pauls en Klaas van Tornhout. En hier komt me dunt van Amerongen. Het is Schimmelink die ook een beetje inschuift. Albert die op de tanden moet bijten om een paar plaatsen goed te maken. En hier zien we de lange Lask. Dat zijn mannen die straks nog wel een beetje terugvallen. Meteen dus een hoge ronde. Een hele snelle ronde in de aanvangsfase. Hele steile afdaling is dit. Maar dit zijn profs. Die blijven wel recht, hè. Die blijven wel recht. Veel meer techniek nodig dan vanochtend bij de vrouwen. Dat zie je nu al. Absoluut, absoluut. Deze jongens moeten er alles uithalen om recht te blijven. En dat gaat nog allemaal maar erger en erger worden. Hè. Dus, want het is, ja, het is nu eenmaal aan het dooien. Dus het wordt veel, veel gladder. Op naar de tweede hellende strook. Maar dan moeten we eerst nog naar de trappen. 20 treden. En dat is wat Stibar zo heel goed kan. Hè. Nijs, Meeuwsen. Naar de kop. Ja, Meeuwsen op kop. Nu Nijs. Vlak daarachter in 4e positie. En Renat. En een eerste scheurtje toch ook in dat peloton, terwijl er gewisseld wordt door een Tsjech. Maar het is niet Stibar natuurlijk, want die gaat hier naar de kop. Nee, het is Meeuwsen in elk geval. Meeuwsen met Stibar, met Chanel naast de Tsjech. Dan Nijs, dan Pauls, dan Van Tornhout, dan bedanken we wel eens. Dan Van Amerongen. Hier komt Fontana met de Arnouds, met Albert toch een beetje ver. En ondertussen allemaal weer samengetropt. Albert, het was Nijs geloof ik, Nijs 11e positie. Nee, zagen wij hier vanuit de toppositie van de camera wat dichter naar voren. Hier de duik naar beneden met een goede Meeuwsen. Inderdaad, voor zijn voorlopige ploegmatch die bar uit. Dat klopt. En het is Chanel die in 3e positie zit. Nee, is in 4e positie. En Pauwels daar vlak achter. En Klaas van Tornhout en Bartje Arnouds. En de landgenoten toch nog goed dichtbijeen. En het zit nog altijd goed met Albert. Die rijdt nog altijd in de top 10. Ook Simonek doet het na zijn blessureperiode goed tot zeer goed. Renaat. Ja, het was natuurlijk Albert die 11e zat op de trap. Ja, en hier zien we Stibar. Die een beetje pompend het tempo maakt. Maar het is niet echt een moordend tempo. En daar wordt al een beetje achterom gekeken door Nijs. Hangen ze er nog allemaal aan of zijn er al met overlast? Ja, en dan is daar geen kwad. Dus moeten we nu met opgenomen beelden werken, dames en heren. U moet nu een goede 20 seconden geduld hebben om weer in de cross in te stappen. Je kan er maar beter op voorbereid zijn. Ja, het is droevig, maar het is wel spannend op deze manier. De goede start in elk geval van de landgenoten. Hier de valpartij van de mindere goden achteraan in het pak. Wat een gesukkel. Veel geplooi van staal en aluminium. Het werk daarvan Meeuwsen en Nijs simultaan haalt. Mooi, mooi, mooi. Knap. Ze hebben overschot nog. Jeremy Powers daar nog rechts in beeld in de Amerikaanse kleuren. En dan zitten we nu weer helemaal in de race. In een afdaling. Hier nog een klein stukje oplopend. En dan, ja, dan zitten we eigenlijk al vrij dicht bij de atletiekpiste. Jawel, dus nu is er eigenlijk die hele lange afdaling. Dan die duik naar de materiaalpost. Maar daar vliegen ze zo door. En dan is dat, ja, de eerste ronde is bijna een feit. Stibar resoluut naar de kop. We zagen dat de topfavorieten, de voorbije crossen, geen schrik hadden om vol te blijven gaan op die piste. Maar het kan ook bij de profs zo zijn dat het een beetje gaat samenklitten en dat de tempo daar wat gedrukt wordt. Ja, en toch weer een paar man voorbij. Niels Albert, dat zou eigenlijk niet mogen. Dus, maar het is nog vroeg, het is de eerste ronde, de verkenningsronde. Laten we maar hopen dat hij straks van die remmen gaat afblijven. Hij is de man van de ronde 2, Renaat. Ja, en toch weer een scheurtje nu. Van Amerongen, de laatste van de kopgroep. En dan de achtervolgers geleid door Moeret. Welles zit in dat groepje. Arnold zit in dat groepje. Albert ook in dat groepje. Dat is toch op een handvol seconden. Hij moet iets goed maken. Ja, dat pelletje, die bovenlaag, dat is echt slippery, glibberig. En dus vandaar ook daar bij het binnenrijden van het park een beetje de handjes los. Nee, 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 nee. Stibar vraagt aan Tom Meeuwsen, aan onze jongste snaak, misschien wel de jongste van het hele pak, om over te nemen. Niet doen, niet doen. Nee, nee, nee. Daar niet intrappen. Laat er maar een paar terugkomen van die helblauwe jongens. Zo Chanel. Blauw als de lucht. Chanel is de 4e man. Chanel is een man die er durft in te vliegen in het begin van de wedstrijd. Hij heeft ondertussen ook geleerd dat zijn uithoudingsvermogen dat groter geworden is. Klaas van Tornhout ook uitstekend mee. In circa 6e positie is dat heel dicht bij Pauwels. Is dat Pauwels die daar opschuift?
Van Amerongen is ook gepasseerd. Mouret wel eens een beetje teruggezakt. Arnouts op 14, Albert op 16. Hier doen we het voorlopig mee. Jawel, jawel, jawel. Voorlopig nog niks aan de hand. Zolang het er maar een kopgroep van een man of 6, 7 bij elkaar hebt, kun je dat altijd wel een klein beetje veronderstellen dat het nog niet vol een bak gaat. Dus en dan kan terugkomen is nog mogelijk dan. Ronde tijd 5:56. Kijk naar het balanceren bij Nijs. Het is Page die mee naar voren geschoven is. De Amerikaan Page die tweede was op het WK in Hoogleden na Erwin Vervecke in de nadagen van diens carrière. Altijd maar Zdenek Stibar. Ja, hij moet niet rekenen op steun. Hij is alleen. Ja, en hij rijdt met zijn gloednieuwe fiets. Is dat wel verstandig? Ja, hij zal hem dan toch wel uitgetest hebben. Dus die fiets zal toch wel helemaal op punt gezet, getuned zijn. Dus hij zal er wel overtuigd van zijn, van zijn kwaliteiten. Meeuwsen als een hinde doet dat knap. Amai. Ook Nijs blijft het doen. Hij maakt er hier een paar nerveus, hè, deze jonge Meeuwsen. Zag je Stibar kijken? Zag je Stibar kijken? Oei, wat doen die mannen allemaal? Ja, ja, ja. Hij zet er hier een hoop te voet, hè, Tom Meeuwsen. Dus knap gedaan. Wel eens is een beetje teruggezakt. Circa 10e, 11e plaats. En hier is nog altijd Albert. Ja, daar moet verandering in komen. We geven hem nog een rondje. En vanaf dan zal het pikkelhard zijn, hetgeen dat er verteld gaat worden. Daar laat Stibar nu een gaatje. Dan moet je er ook rekening mee houden dat dat bewust kan zijn om hier helemaal tot boven te knallen. Onze chrono loopt en loopt en loopt, maar we krijgen jammer genoeg de passage van Albert niet in beeld. Tom Meeuwsen drukt het tempo een beetje en dan krijgen we een aanval. Dat is Nijs. Dat is Nijs. Dat is vroeg, dat is vroeg. Nijs die eens even gaat testen. Stibar die reageert. Dat is mooi. Het waren veel beter geweest dat Tom Meeuwsen daar had weggereden. Dus dan zaten we een klein beetje in de zetel en dan had Stibar ook op zijn pijp moeten komen. Maar laten we er maar van uitgaan dat in deze fase van de wedstrijd dat het nog allemaal een beetje ieder voor zich is, hè? Jawel, jawel, jawel. Maar als je toch al een klein beetje kunt beginnen te bestoken, dus dat zou leuk geweest zijn. Nijs, dat ziet er voorlopig goed uit. Kloek. Ja. En technisch natuurlijk een kraan. En onze vierde man in de koers, Pauwels, hij is aan het komen, hè? De kleine, heel grote inwording. Welles is weer naar voren aan het schuiven. Hier zien we Waalsleben. De man van wie de Duitsers het moeten hebben nu Anka Koep van Nagel gefaald heeft door vierde te worden. Stibar dan maar weer op kop. Ja, richting Post. En vlak daarachter, ze rijden er rakelings langs. Ja, en dat paaltje, dat ja, kan wel, akelige dingen doen. Ja, wel. Gisteren hebben we er al eentje gehad. Renaat. Ja, we hebben nog een man of 25 binnen de 10 seconden. Als we dat hier zo zien van op de top van de trappen. Stibar op kop, die trappen op voor Nijs en voor Meeuwsen. Eens kijken hier, vierde positie inderdaad, Pauwels. Dan zien we Powers, dan zien we Chanel, Van Tornout, de Fontana, Welles. En dan nog een Fransman, dat is Mouret. Uiteraard dan de rest met Simonekke. Met verderop nog altijd Arnouts. Hebben we Albert gemist? Waar zit Albert? Die moet aan onze aandacht ontsnapt zijn. Meer dan waarschijnlijk. We gaan die wel ergens opvissen. Kop van de koers. Er is nog altijd een pelotonnetje. Je kan hier en daar al wel wat afleiden. Hoe vlot rijden ze hier naar boven? Ja, enkel Klaas van Tornout helemaal links. En daar brandt de lamp helemaal niet. Renaat. Wissel bij Niels Albert. Dramatisch. Hij gaat de trappen nu nog maar aansnijden. Hier komt hij, Niels Albert. Zijn kampioenschap is over en out. Want dat is een onoverbrugbare achterstand. Hier komt hij, de Belgische kampioen. 45 seconden op de top van de trappen. Dat is inderdaad een drama. In de tweede ronde. In zijn ronde nota bene. De ronde waarin hij meestal naar voren ziet en het verschil maakt. Lijkt het onoverbrugbaar. Ja, daar mogen we eigenlijk... Ja, je kunt er een kruis over maken, dus, maar laten we ons vergissen. Dus stel je voor dat het vooraan helemaal niet vlot. Dat Stibar er niet vanaf geraakt van onze Belgen. En die zitten dan ook nog een klein beetje te kijken. Alles kan nog, dus maar ik geef er geen cent meer om. 45 seconden en je hoorde aan de taal van Renaat dat dat moeizaam ging met Albert. Hier heb je hem in beeld. Een beetje naar lucht happend. Ja, Fontana, Lask, dat is natuurlijk niet echt de plaats waar dat je moet zitten. Dus, maar er is iets gebeurd, hè, want hij is dus heel veel ver teruggeslagen. Nijs alweer met die witte helm. Het kan niet anders dan dat dat een beetje bijgeloof is. Hè. Altijd maar weer in de cross met die witte helm. Brengt hij hem geluk? Ja. Stibar mee aan het wiel. Stibar in elk geval niet te voortvarend. Hè? Dat is niet echt bommen gooien wat hij doet. Renaat. Ja, lek vooraan. Dat is de oorzaak van de grote achterstand van Niels Albert. Lek vooraan gereden en dan moeten wisselen. 45 seconden, Rudy de Bie. Is dat over en out voor Albert? Waarschijnlijk willen zeker op dit tip omlopen.
En het zal ook mentaal heel zwaar zijn voor hem nu. Maar waarschijnlijk zal het niet de laatste zijn die je lek rijden. Ja, en de conclusie is een lekke band en je bent al die kansen kwijt. Ja, dat is dodelijk. Dat hebben we de voorbije dagen bij de jeugdreeks nog gezien. Dat is heel nefast voor uw einduitslag. Dankjewel, Rudy Dmit. Dat is door het paniekerige gedoe van de organisatie. Toen het hier nog slijkerig was en je hier en daar wat wegzakte. Toen is men hele vrachtwagens grind gaan uitkappen op het parcours. Ja, en grind kan daar koppig bij liggen. Hè? Dat zagen we vooral bij de juniores. Die gingen allemaal op hun bek. 1 op de 2 reed lek. En hij is wel in orde. Renaat. En over valpartij gesproken, zo net gevallen bij het binnenrijden van de materiaalzone. Christian Hoyle, de Zwitserse kampioen. En dat vlagje om die materiaalzone binnen te rijden, dat is daardoor helemaal half stok hangen. En dat is een gevaarlijke situatie hier. Ook hier met die ongelukkige ajuindraad. Dan zou iemand daar wat moeten aan doen. Pelotonnetje samen, Page op kop. We zitten 2 ronden op. We gaan zo meteen weten hoeveel ronden we in totaal moeten afleggen. Bart Welles naar de kop. Ja, en Nijs eigenlijk een klein beetje in zijn gat gebeten. Kreeg daar een klein duwtje. Vandaar dat hij nu op plaats 6 voorbij gekomen is. We hebben een groep van een man of 10. Maar Fontana en Wildhaber en Arnouds, die zitten niet ver. Nu is het natuurlijk weer knokken, hè. En wij houden hier, we proberen Albert in het oog te houden. Renaat. 38 seconden is de achterstand van Niels Albert. De vraag voor Christophe Roto, is dat over en out? Ja, over en out weet ik niet. Vorige week was 23 seconden in de tweede ronde. Maar toen lag de snelheid wel lager. En dat was voor hem wel gemakkelijker. En nu is het gat nog groter. Ik zie het niet goed komen, nee. Dus het enige wat hem kan redden is tactisch gepoker helemaal voorin. Ja, maar ik denk niet dat het ervan gaat komen. Er zitten een aantal kanshebbers nu vooraan die niet gaan wachten. Dat is duidelijk. Dankjewel. Chanel heeft zich op kop gezet. Chanel, die Texelse Chanel die in de driedaagse van de Pannekoekseide een etappe wist te winnen. Jan Dori met aankomst in Oudenaarde. Stiepaar op zijn Van der Haars, nooit uit de top 3. Bart Welles leek een beetje weg te Deemster, maar zit daar nu wel helemaal perfect vooraan. Albert is hier als 38ste gepasseerd op 36 seconden. Maakt dus wel een klein beetje tijd goed. Een ietsje pietje. Maar het wordt een wanhopige inhaaljacht. En daar rijden ze de helling des doods af, hè? Ja. Maar dat zien we niet. Nee, daar is echt geen beeld van. Dus die is ook helemaal weggeschraapt. Dus het is echt maar een afdalingske van niks. Dus ze zullen het ook niet nodig geacht hebben om daar nog een camera te plaatsen. Conclusie tot dusver. Pech voor Albert en Stiepaar die niet doet wat hij in Hogerheide gedaan heeft. Een bom gooien van bij de start. Daar heeft hij geleerd van nee, dat mag ik niet doen. Ik moet mijn zwaartepunt verleggen naar de tweede helft van de wedstrijd. De Belgen hier tot dusver goed in blok. En Pauwels alweer de perfectie. Ja, en het kleine gevaar uit Frankrijk schuift ook mee op. Moeren. Hij was er werk van aan het maken om nog een paar man op te kuisen. Oh wee, als die inderdaad mee aan het front verschijnt. Ah ja, en samen met die Chanel. Gevaarlijk duo. Ja, zoals ik zei, Chanel die geleerd heeft om een cross ook beter te eindigen. Er moeten in totaal 8 ronden afgelegd worden, dames en heren. Nee, 11 ronden, zo is het. Ja, dus bij de volgende passage, hier een probleem. Ja, probleem Moeren. En die gaat wisselen. En daar is hij niet meer ver af. Dus nog amper 200 meter. En dan indien nodig kan hij een fiets nemen. Dus voor een goed begrip, 11 ronden in totaal. Bij de volgende passage nog achter een naad. Ja, weer richting trappen met nog altijd Stiebar. Stiebar die duidelijke druk uitoefent, die de druk opvoert. Die alles geeft richting trappen. Maar Welles die zitten in het wiel. De twee mannen van Telenet Fidea. Nijs derde, Chanel vierde, Walsleben vijfde. Dan Meeuwse, Van Tornout, Pauwels, Fontana en Moret. Moret niet gewisseld, dat is het kopgroepje. Dan een kloofje van een seconde of 10 op het Laske. Op Arnouds in dat groepje. Simonek daar ook in en Hoyle. Ja. Het kondigt zich toch weer bijzonder spannend aan. Hier Arnouds. Daar zit ook Simonek, dacht ik. Maar het ging even snel. Ik heb ook gemerkt dat Plask het voorlopig uitstekend doet. Plask die nergens voor de dag gekomen is dit seizoen. Mm-hmm. Behoorlijk, behoorlijk. En Welles, zeer goed. Tot dusver. Renaat. Albert, 27ste. 37 seconden de achterstand nu op de trappen. Beetje status quo dus. Wat tijd betreft. Hè. In de plaatsen is hij wat opgeschoven. Van 38 naar 27. Maar je moet het maar doen. Hè. Die hele sliert voorbij hollen. Dat is niet makkelijk. Hè. En hier gaan ze dan ook nog eens. Daar gaat Pauwels. Fontana. Ook nog mee. Gaat het te traag voor Pauwels.
De Duitsers even in beeld nemen. Hier zagen we Pfingsten. En Bart Arnaus, dat me dunkt niet echt zijn parcours. Hè. Dat wordt afzien. Hè. Dus als je nu al moet blijven zitten, we zijn 16 minuten ver, dan wordt het zwaar om top 5 te eindigen. Dat is dus de beste techniek, denk ik. Even bijpikkelen met een van de beide benen. En dan weer zo snel mogelijk naar die afdaling om vaart te maken. De tweede ronde een stukje trager. Na de eerste 5.56, de tweede 6.09. Zitten we aan een gemiddelde van 27.3. Ze vliegen rond hier. Even weer in een gat. En dan vult Stibar dat weer op. Ja, dat wil zeggen dat hij er toch weer iets aan gedaan heeft. In dat laatste stukje naar het hoogste van het parcours. Meis die toch besloten heeft om Stibar geen meter te geven. Want als die Stibar dat voelt met die enorme versnelling, die explosieve kracht, dan durft hij wel eens wat te wagen. Ze hebben gerammeld van voren, Michel. Deze keer hebben ze heel hard omhoog gereden. Op die helling, hè? Ja, maar we hebben het niet gezien. Dus als je ziet dat wel eens daar pas zit, wel eens daar in het vorige beeld, ja, zelfs mee op kop. En Renat. Ja, de vlag aan de materiaalpost die staat weer te wapperen. Nu ja, die hangt daar en staat weer goed, dat bedoel ik. Hier komt Stibar met Nijs, tweede positie, Walsleben. Oeh, en Pauwels die gaat wisselen. Wissel Pauwels helemaal voor in de post, nieuwe fiets gepakt. En dan kijken, dat kost enorm veel seconden natuurlijk. Ja, en dat zal Stibar misschien wel in de mot hebben. En we zagen ook in de vorige ronde dat hij wel eens een keertje plat wilde gaan. Met andere woorden, zich wilde geven. Kijk, Walslepen daar naar dat wiel van Nijs toe kruipen. Heel hoog tempo nu van Zdenek Stibar. Hè. Het zal van Nijs afhangen om de rest van het gebeuren te gaan bepalen. Amai, dat heeft daar een patat geweest daar achteraan niet te doen. Hè. Dus als je ziet, daarnet 20 man bij elkaar nu. Er is geen sprake meer van. Alles uit elkaar geranseld. 8 ronden nog. Stibar die een teken geeft aan Nijs. Overpakken man. En Nijs doet dat. Stibar, Nijs dan Walslepen. Hier komt Pauls die net gewisseld heeft. Met daarbij ook Fontana en Van Tornhout. Dit is Chanel. Hier komt nu Bart Welles door. Hè? Bart Welles met Meeuwsen. Ja. De twee mannen van Telenet ploeg. En wie maakt de top 10 rond? Dit moet Lask zijn. Met daarbij ook nog Bart Arnouts. Nog altijd geen Alpert te zien. Alpert nog niet in het zicht van de streep. Hier de 3 koplopers met Nijs op kop. Renat. Ja, die gaat komen hoor. Albert is 28e, maar hij verliest opnieuw terrein. Daarnet op 45 seconden. En over de wissel van Pauwels wil niks aan de hand. De mechanicien begreep het zelfs niet dat hij hier wisselt. Want dit is de beste, de slechtste plaats natuurlijk om hier te wisselen. Merkwaardig beeld hier in de materiaalzone. Renner die in tegenovergestelde richting op het parcours gaat. Omdat hij moet wisselen. Het is een Tsjech die dat overkomt. Het is Vladimir Kizivat die als spookrijder op het parcours reed. Ja, dat is de man waar Christophe Roodhoofd over sprak voor de koers. Het zal van Marco Aurelio Fontana afhangen of dat gat weer gedicht wordt. Want die is daar zijn uiterste best aan het doen. Snelste ronde, hè? Die van daarnet 5.53. En hij is in orde, jongens. Heb je het in de gaten gehad, Michel? Het is 1-1 hè? Op de balken. Stibar begint het ook te doen. Hier komt Chanel. En daar komt Meeuwsen. En daar komt Welles. Dan toch op de adem getrapt. Renat. Ja, en nog even over die wissel van Pauwels. Het is heel simpel. Hij zal wellicht zijn ingang, ik bedoel, de andere kant gemist hebben. En dan moest hij door die materiaalzone. En dan moest hij natuurlijk wisselen. Anders mocht hij ook spookrijden. En dat is een heel moeilijk gegeven. Want de Belgen staan er als allereerste. Je houdt daar dus geen rekening mee. Als je daar binnensukkelt, moet je maken dat je van de fiets bent. En niemand heeft zich daarop voorbereid. Zelfs de mechaniekers niet. En Kevin ook niet. Het zal erop aankomen die verduiveld sterke Tsjech te blijven volgen. En Walsleben is mee, hè? Amai. We hebben het een beetje voorspeld, ook de voorbije wedstrijden. Pas op voor eigen volk, hè? Ja. En nu wil ik een blauwe zien en dat is Pauwels terug. En Walsleben die voelt zich nu bevrijd, want Albert zit daar niet tussen, hè? Dat is waar, dat is waar. Hij kan zijn eigen gang gaan. Maar Pauwels slaagt er wel in om weer aan te pikken. Jawel. En ook Klaas van Tornhout is in orde. En Fontana is mee. Fontana, de mountainbiker. Bij Chanel gaat al een stuk stroever. Ja. De rits moet open. Ja, ja. Het is min 2. Hij wil niet. Lucht. En dit is Meeuwsen. Als die een top 10 haalt, dan zou dat al bijzonder sterk zijn. Renat.
Ja, toch serieuze scheuren. En dan zie je dat het zestal zich toch verder verwijdert van de rest. En dat dit misschien een voorbeslissing is. Onder impuls van Stibar. Round-up aan de voet van de trapper. Stibar op kop. Heel sterk. Nijs, ja. Walsleben ziet af bij de beesten. Pauls, idem dito. Van Tornhout, Fontana. Dat zijn ze hoor. Je zou kunnen zeggen dat hier de voorbeslissing van het WK valt. Want het gat hierachter is gapend groot. Meer dan 10 seconden zijn verstreken. En pas hier komt de eerste achtervolger. Chanel op 15 seconden. Die trap, die verdomde trap. Waarom zeggen we dat? De grootste trappenloper in het pakket is Stibar, hè? Ongetwijfeld. Maar die cadans van Nijs, die is zo stoepel. Zo soepel, dat staat ons zo geweldig aan. En Pauwels dicht de pres. Van Tornhout speelt het heel slim. Blijft gewoon op het wiel zitten. En gaat mee met Pauwels. Bij Fontana gaat het al een beetje krakkemikken, Grenaat. De andere Belgen, Meeuwse 8, dat is niet meer in aanmerking voor het podium. Idem dito voor Welles, die al langs de pit zit en iets toeriep aan zijn mechaniciens. En Arnouts heeft gewisseld. En dan komt hier de laatste Belg van het gezelschap. Op een minuut wordt dat. Niels Albert op een minuut van de trappen gooit de zonnebril weg. Het troept samen. Nog eens kijken naar de stijlfiguur van Sven Nys en dan die van Stibar. Die dat ook uitstekend doet. Amai. Ja, zij hebben hem wel gedwongen natuurlijk om dat ook te gaan doen. Dus je hebt er baat bij. Het levert eigenlijk een halve seconde winst op en dan is het een kwestie van meetzaam. Dit is Mouret. Maar waar hangt Mouret ergens uit? Hij heeft al in het slijk liggen rollen. Logisch, dat doet hij wel meer. Dus Mouret holt een beetje achter de feiten aan. Ja. Dit is Albert. Dit is Niels Albert. Ja, twee mannen van het podium in principe. Twee kandidaten voor de titel die weg zijn van het front. Ja, definitief. En wel zeer snel. Nog ruim voor half wedstrijd. En dan zitten we toch weer vooraan. Of we krijgen de tenoren weer in beeld. Ja, hij kan het niet laten, Stibar. Hij moet enorm, enorm goed zijn. Maar laat hem maar doen. Ja, ja. Zet hij zich maar af, Mat. Ja, ja. We hebben er nog altijd 3 van de 6. Heeft natuurlijk dat enorme voordeel dat hij er niet per se van weg moet. Ja, dat is waar, dat is waar. Speelt mee, dus, maar hij is wel zeer zelfzeker. Hè. Dus uit 2 voetjes in het pedaal. Renat. In het Belgische kamp wordt een verse fiets klaargemaakt voor Welles. Die andere banden kiest. Hij gaat er nu 30ers opleggen en hij had 32ers. Opletten hier. Want daar wil dat achterwiel een beetje wegslaan. Nijs naar de kop op 500 meter van de volgende passage hier op de Tartanpiste. En Renaat heeft weer wat in de mot. Ja, dat gebeurt hier vlak voor onze neus. En Walsleben die ook gaat wisselen. Onverwacht dan toch. Van Tornhout en Pauwels sluiten de rij. Walsleben heeft het voordeel dat Duitsland helemaal achteraan de materiaalzone staat. Dan heeft hij een langere inloopzone. De Belgen hier helemaal voorin. Dat is een ongelukkige box. Box 15. Hier de achterstand voor Meeuwse. Dat is 15 seconden. Chanel gaat ook wisselen. Er wordt veel gewisseld. Gaat ook Welles wisselen? Jawel. De aangekondigde wissel hier op 20 seconden van de kop van de koers. Wissel Bart Welles. Wat doe je dan als je daar vooraan zit? Pauwels heeft het inderdaad al geflikt. Maar de andere, komt er ook een moment dat zij ook moeten gaan wisselen? Ja, ja, die zitten er allemaal gegroepeerd in box 15. De allereerste van die materiaalpost. Het is geen cadeau, echt niet. Het is Formule 1, is dat? Dat is waar. Nee, hij is op kop. Als hij door die neus briest, dan is hij dik in orde. En die Fontana die lijkt zo makkelijk te fietsen. Ja, ja, had hij maar rustig blijft. Een Walsleben is een klimmerstip. Hij moet het vooral van die langere hellingen hebben. Denk maar aan zijn spetterende prestatie in Overijssel ooit. Hier komt de Chanel door. Op plaats 7 met Tom Meeuwse. Dit is Bart Welles op plaats 9. Op 20 seconden toch al. En heeft het nadeel dat hij daar alleen moet vechten. Moet proberen bij die twee voor hem te geraken. 6 en 12 is de traagste ronde tot dusver. En daar komt het pak. En ze vallen in het pak. Ze vallen in het pak. Het is niet te doen. Gelukkig is Bartje Arnouts zat helemaal aan de andere kant. Het is een Amerikaan, denk ik. Ja, absoluut. Die daar tegen de grond gekletst is. Nijs met een lengte of 2. Ja, Stibar. Mooi, net voor de balken. En Renat. Ja, bij Paul van den Bos, de trainer van Sven Nys. Paul, wat zie jij gebeuren? Hoe zie je het gebeuren? Wel, het is een heel goede evolutie op dit ogenblik. Het kon eigenlijk niet beter. Ik zie een heel alerte Sven Nys. Die steeds vooraan in de wedstrijd blijft. Eerste, tweede, ten slechtste derde positie.
Hij heeft heel veel vertrouwen. Hij wipt over de balkjes. Het gaat op dit ogenblik heel goed. Maar het is natuurlijk nog heel lang. Hè. Het is niet 40 minuten ongeveer. Hoe zag jij Stibar gaan? Stibar heeft ook goed. Wat ik doe is naar laten we zeggen, de smoeltjes kijken. Hè, om het een uitdrukking te gebruiken. En dan zie je de frisheid van de jongens die voorbij komen. En dan denk ik dat Sven dat toch een heel goede indruk heeft. Ook Stibar geeft een heel goede indruk. Maar er zijn nog sommigen waar ik denk dat ze toch, om in wielerterm te spreken, een beetje naar blok zitten. Zoals? Het is moeilijk namen te noemen natuurlijk, maar... Je blijft diplomaat. Ja, ik blijf diplomaat. En ook omdat ik weet dat de wedstrijd nog heel lang duurt en dat er van alles kan gebeuren tijdens de wedstrijd. Hè. Dus dat kan ook conditioneel, ik bedoel, qua gevoel kan er van alles gebeuren. Het is moeilijk om voorspellingen te doen, maar ik ben tevreden over de manier waarop Sven op dit ogenblik de wedstrijd in handen neemt. Bedankt, Paul van den Bosch. Marco Aurelio Fontana nu naar de kop. Fontana, die ook al sterk voor de dag kwam in Treviso een paar jaar geleden. Hier gaan we in de achtergrond eens kijken hoe het met de huilen zit. Dan gaan we plots kijken naar Chanel, die probeert Meus eraf te gooien. Meus gaat het gezelschap krijgen van Bart Welles. Dat zijn mannen die vechten voor een goede top 10 notering. Kijk naar die hoekige stijl van Fontana, maar hij gaat wel vooruit. Ja, hij hangt heel raar op zijn paardje. Dus, maar dat speelt allemaal niet mee. Het is een kwestie van mee te zijn en proberen wereldkampioen te worden. En voorlopig komt het dan nog van een voor een aanmerking, want hij zit vooraan. Dat is nu de vierde cross in 2 dagen tijd, dames en heren. En iedere keer trekt dat parcours een andere smoel. Ja, dat is waar. Dus, en ook het kleine schuine kantje, er is een klein spoortje. Dus, en dat is iets makkelijker. Dus de beste hebben... Aanval Stibar. Aanval in de zone van Stibar. Amai. Iemand heeft gewisseld en Stibar is ermee weg. Fontana zat in de wissel. Nijs moet er nu achteraan. En nu zal hij uit zijn pijp moeten komen, hoor. Even hier blijven om te zien of Nijs erin slaagt om Stibar te houden. Dit kan een beslissend moment zijn. Fontana binnengereden en daarvan heeft Stibar geprofiteerd om er een lap op te geven. Daarachteraan wordt nog gewisseld bij de landgenoten onder meer. Dat moet Tom Meemse geweest zijn. Tom, ja. Bart Welles, hier is Stibar alleen. Maar Nijs is zo goed. Hij zit al terug op dat wiel. Ja, hij is precies 5 jaar jonger terug. Die zit al terug op dat wiel. En wat duurt het akelig lang, die gaten die gelaten worden door de Duitse televisie. Stibar. Nijs die plakt aan dat wiel. Walsleben die heel goed meegaat. Kevin Pauwels. En dan heeft Klaas van Tornhout ze moeten laten gaan. Ja, die twee hebben er eigenlijk een klein beetje van gehad. Deze keer Fontana en Klaas van Tornhout. En Pauwels mee nog altijd. Het dreigt een afvallingsrace te worden. Vooral door de impulsen van Stibar. Een beetje spaarzamer, maar toch ook af en toe Sven Nys. En wel eens voorbij deze Tom Meeuwse. Een Meeuwse die zich wellicht een klein beetje opgeblazen heeft. Maar dat gaat zoals je jong bent. Je wil mee, je wil je manifesteren. En dan zak je een beetje terug. Nou wel, maar heeft dat al heel goed gedaan. Huilen hier met de Gadré en Arnouds. En het is wachten, wachten, wachten op onze andere man. Waar is Niels Albert? Hier is Moeret. Ja. Hier komt Moeret. Die wil nog wel naar voren. Hè? Hier voorbij Simonek. Ja, met Hermida. Ja. Renat. Ja, intussen bij de ploegleider van Sunweb voor Mario de Klerk, Klaas van Tonnen. Daarnet even een moeilijk moment. Ja, hij is heel aan het spelen. Het is al anderhalve ronde dat hij daarmee bezig is. Ja. Dat is natuurlijk geen goed teken, maar hij komt er nog bij. Hij kan nog stilvallen op de klim. En laat ons hopen dat hij straks nog meedoet voor de overwinning. Maar... Is Klaas een diesel op dat vlak? Denk ik niet. Als je op een WK geeft je geen metersprijs. Dus ik denk Stibar en Nijs zijn volgens mij de beste. Oké, dankjewel. Dan pakken we die volgende passage ook nog mee. Hier komen ze opnieuw met de kop van de koers. Met een duo nu, na die afdaling. Ongeveer wiel en wiel Stibar en Nijs. En dan het verschil met Pauwels op 3 seconden. Is dat Walsleben vierde. Van Tornhout is er opnieuw bij. Jawel hoor, op 4-5 seconden. En dan zitten we dus met 5 man in de 5 seconden. Dat zijn de 5 grote podiumkandidaten. Want Fontana hier, die is een beetje teruggevallen na die wissel. Volgt nu op 15 seconden. Walsleben moest het gat laten. Ja, wel, je kon dat tempo niet aan. Wel, er kwam een rookwolk uit het Walsleben, dus moest op kant. En dat was onmiddellijk Kevin Pauwels dat eigenlijk overnam. En op dit stuk renderen die wegtrainingen natuurlijk van onze vriend Stibar. Hè, wat hij daar allemaal ginderachter op Mallorca zitten uit te wringen heeft. Hè. Ja. En die van ons dan, hij is ook mee. Labeur van 6-7 uur. Kijk naar die neus van Nijs. Oh, oh, oh. 6 ronden nog. We zijn nog altijd niet half cross. Het is wel lang. 11 rondes wereldkampioenschap. Laten we hopen dat het materiaal stand houdt.
Fontana, één keer een inspanning gedaan. En dan die wissel. En daar ligt hij half op zijn gat. Ja, er mag niks fout gaan. Geldt voor iedereen. Bart Welles aan het, het wiel van Chanel. Maar die geeft een terreinprijs. Rondetijd 5.51. Dat is de rapste. Het kan dus nog altijd sneller. We zitten aan een gemiddelde van bijna 29. 28.7. Daar is die omkeek. Hier zijn de springpaarden. Vlak voor de balken. En daar komt Walsleben. Met de landgenoten. Met Pauwels en met Klaas van Tornhout. Walsleben, Tenger. Ex-wereldkampioen bij de belofte. Daar is Fontana. Die harkt als een boerenpaard. We mogen de balken niet zien, want ze zijn nu al aan de schuine kant. Fontana zit als een bok op een haverkist. Hier Walsleben. Pauwels, ik heb de indruk dat hij een klein beetje de draad kwijt is. Maar dat gaat goed, dat doet hij perfect. Jawel, jawel. Ze hebben daar een klein ideaal lijntje gevonden. Door de dooien is dat dan ontstaan. En ja, wie dat het gevonden heeft, is de gelukkige. Nijs moet ervan uitgaan. En hij weet dat, hij heeft het zelf ondervonden, dat de kaars van Stibar in Hoge Rijden uitging het laatste kwartier. Het was Nijs die Stibar daar tegenkwam in de slotfase en ook nog voorbij knalde. Maar dat gaat vandaag niet gebeuren, want Stibar vraagt voorlopig niet om over te nemen. Ook al is dat nu wel gebeurd. Nijs voelt dat hij de rest op achterstand kan houden. En gaat nu ook zijn duit in het zakje doen. Klaas. Is Klaas van Tornhout. Ja. Die er een sprint uitperst met een groot verzet, Jan Dori. En dat voelt Kevin Pauwels. Moest even gaan zitten om bij te trekken. Hier Fontana. De Italiaanse kampioen. Mocht hij het begin van de uitzending gemist hebben. Frans Hooy weggevoerd. Nog voor de cross begonnen is. Stibar daar binnenkant bocht. Opletten toch bij het uitkomen in die afdaling, jongens. Opletten. Van Tornhout wil ze niet laten gaan. Nee. Het zou ook leuk zijn mochten die twee daar terug naartoe rijden. Van Walsleben heb ik iets minder schrik. Renaat. Ja, de twee grote weer richting trappen met Nijs die nu het initiatief heeft genomen. Nog altijd een mooie voorsprong voor dat duo. Stibar die op dit moment de kat uit de boom kijkt. Zo heet dat dan. Eens kijken wat er gaat gebeuren op de trappen. We vermoeden niks eigenlijk. Maar in elk geval, ja, Stibar keek even naar beneden naar zijn fiets. En dan zo goed als zij aan zij naar boven. En die voorsprong op die andere die is nog altijd beperkt hoor. 7 seconden achterstand voor Van Tornhout, Pauwels en Walsleben. 5 man binnen de 7 seconden. Dat is vooral het werk geweest van hier Klaas van Tornhout. Die heeft met andere woorden er nog wel wat op zitten. Jawel. Laten gebeuren. Hier komt Fontana. Met 3 Belgen vooraan zou het veel vlotter gaan dan met eentje. Maar de schifting zet zich gewoon door. Hè. Je hoorde het bij Mario de Klerk ook. Hetzelfde oordeel. Dit zijn de 2 sterken. Dat is waar. En dan moet je die anderen die dat er net achter komen uitspelen. Die moeten laten vertrekken. Deze klim. Hij gaat alweer versnellen. Hij gaat alweer proberen Nijs klein te krijgen. Hij laat niks gebeuren, hè, Stibar. Dus hij heeft amper 150 meter van kop geweest en hij zit er terug op te boren. Wat is dit toch weer een bijzonder knap wereldkampioenschap. Gaan ze vooraan aan elkaar lonken? Gaan ze het tempo nog een beetje laten zakken? Hier komen deze gedaan. Nog terug? Achteraan is het gedaan. Albert is nu 22e op 1:05. Klaas keek heel fanatiek achterom. Pauwels moest die moment ook passen. Renaat. Ja, bij de bondscoach, jullie de biedt is man tegen man, Stibar Nijs. Goh, ik denk dat de wet van de sterkste een beetje gerespecteerd wordt. Jammer dat Niels niet aanwezig is. Anders hadden we de absolute top 3 wereld die het zou uitmaken. Wie, van jou, wie geeft aan jou de beste indruk, Nijs of Stibar? Oh, dat is moeilijk te zeggen. Ze hebben alle twee al geleden, maar ze hebben alle twee al initiatief genomen. En, ja, laat ons afwachten en hopen dat het Sven wordt. Zie jij Van Tornhout en Pauwels nog dichter komen? Oh, dat hangt af van hetgeen dat ze vooraan enkel doen. Want zij kunnen ook niet vlugger. Enkel als het vooraan even stilvalt, dan kunnen ze terug aansluiten. Dankjewel. Afdaling. Nijs die daar de jongste passages iedere keer in de trappers blijft. Jawel. In die diepe bocht. Hij durft ook iets langer het gas open houden. Dus hij komt bijna niet aan de remmen. Het komt er nu ook op aan in de wat luwere fases zoals nu. Is even naar de tegenstander te lokken en zijn zwakke punten eruit te filteren. Hè? Ja.
Maar heeft Stibar die wel? Dat is meegenomen natuurlijk, maar wat gaat er gebeuren als ze straks... Ze spreken dus van een afdaling des doods, maar eigenlijk moeten we spreken over de helling des doods. Hè. Dus dat lang stuk bergop, daar hebben ze eigenlijk al wat voor elkaar gekregen vandaag. Renat. Nou, de koploper zal weer door de materiaalzone. Stibar toch een beetje flirtend met de valpartij in die bocht net voor de pitch. En dan hier de achtervolgers met de Pauwels. Dat liep bijna verkeerd af. Walsleben nog altijd in het wiel. De achterstand groeit hoor. We gaan naar de 20 seconden. De Tsjech oogt nog zo fris. Je ziet dat gewoon hoe hij vraagt bij de overname. Die kwiekheid in die blik. Ze zijn ver weg nu hoor. Het gat groeit. Dat gaat zo in de koers. Een gat kan groeien, Renaat. Ja, lekker band, Bart Welles. Hij schuifelt heel voorzichtig de afdaling af. En hier komt hij nu de materiaalzone ingereden. Het is lek vooraan voor Bart Welles. En dan is zijn hoop op een podiumweg definitief gaan vliegen. Want achterstand voor Welles nu 50 seconden. Die hoop was al lang weg. En van waar dan die uitspraak? Ik word wereldkampioen. Nou, zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Nijs en Stibar. Zelfs Fontana komt terug. En dan een gat van 21 seconden. Fontana kan er inderdaad weer aansluiting vinden. En dit is Chanel. Ja. Bonkige Steve. Ja. Eens even kijken naar de andere kant. Komt daar nog wat? En wie dan? Chanel op 40 seconden. Op 40 seconden. Hier landgenoten Bart Welles en Meeuwsen. Maar dat wordt al op 50 seconden. Meeuwsen zit zich voor Bart Welles. Dat worden de kopmannen van Telenet volgend jaar. 53 seconden. Volk in de achtergrond met Gadderij. En daar was ook Albert bij. Bij dat groepje. Maar toch een mooie remonte. In plaatsen. Ja, 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 ja. Voor hetzelfde geld draait hij onmiddellijk binnen. Dus hetgeen dat hij doet... Het is belangrijk voor het kopje ook, hè, dat hij doorzet, dat hij uitrijdt. Dat is waar, dat is waar. De eerste Spanjaard in de race is inderdaad José Antonio Hermida Ramos. Dat is de wereldkampioen mountainbiken. We gaan naar Renat. Bij Danny de Bie, ploegleider van Stibar op dit moment nog altijd. Wat zie jij gebeuren? Op het moment nog niet veel. Ik denk dat ze elkaar waard zijn. Dus het komt erop aan van geen fouten te maken. Dat zal het belangrijkste zijn. Alleen dat, geen fouten maken. De helling zal niet het onderscheid maken tussen de twee? Op het moment nog zeker niet. Ik denk dat ze elkaar waard zijn. Ze zijn alle twee heel goed. En, ik denk niet dat er een en ander zomaar gaat afrijden. Andere renners van jouw ploeg? Tom, vrij goed. Pauwels rijdt nog voor een podiumplek. Dus ja, Welles was goed vertrokken. Iets minder. Maar nu heeft hij net lekker gereden en daar verliest hij weer een stuk mee. En, ja. Ik had hem, allebei had ik hem wel iets beter verwacht. Dankjewel, dank je wel. Tippie, die voor een keertje recht doorklapt. Van Tornhout, Walsleben, ja. Pauwels, Fontana. Kijk. Lonken, hè? Jawel, nu is hij helemaal gedaan. Dus, Lonken en denken aan plaats 3. Ja, de gouden en de zilveren zijn weg. Stribro, dat is waar Stibar woont, staat voor zilver. Vanwege ook zilvermijnen in de buurt. Daar, in de Tsjechische Republiek. Ik zeg dat maar, tussendoor. Ja. Het zou een mooie kleur zijn voor hem vandaag. Ja, ja, dat is waar. Hij wisselt. En Nijs, die vertikt het, die wisselt niet. Ja, maar hij duwt wel een beetje meer door nu. Ja, gaat hem op die manier ook een beetje opjutten, hè. Proberen hem een beetje af te matten, hè. Hier voor de trap, dat is ook verstandig, want Stibar loopt beter op die trap. Ja, ja. Zie je, die komt zo bij op die trap, Renat. Het waren 2 seconden voor die trappen en dan zit hij nu al weer in die slipstream, denk ik. Ja, zo gaat dat. Dat is het beste voor Nijs. Als Stibar Nijs nu zou vooruitsturen met 5 à 10 secondjes, dat zou pijnlijk zijn. Maar wanneer pakt Nijs een gespoelde fiets? Ja. Weer naar Renat. Walsleben wisselt, Van Tornhout gaat wisselen, Pauwels gaat wisselen. En Fontana zit ook in dat groepje, dat is de enige die niet wisselt. Maar hier dus, ja, hergroepering als het ware, op 35 seconden met Fontana. Derde, dan Van Tornhout, Pauwels en Walsleben. Die mannen strijden voor het brons. Fontana die als eerste de trap oploopt. Dan de twee landgenoten. Hier probeert de Stibar Nijs kwijt te spelen. Nijs op de tanden bijten, man. Op de tanden bijten. Oeh, dit is een lange, vinnige sprint. Dit is een lengte of 4-5. Gaat Stibar hier als solo slim spelen? We zullen moeten wachten tot straks de afdaling. Ja, het ging behoorlijk. Het was nog niet echt voorbij. Maar dit doet pijn. En dit is die, ja, de helling des doods. In plaats van die afdaling. Maar dat is een makkie. Stibar, dat is inderdaad nog vroeg.
Dat is inderdaad nog vroeg. Hoorden we de Bie niet zeggen. Ze zullen nog een tijdje samen blijven, want ze zijn aan elkaar gewaagd. Was het uit overmacht of uit wanhoop, die aanval van Stibar? Ja. Verlos ons. Het zal het eerste geweest zijn. En hij kan dat. En hij heeft inderdaad een bres geslagen van een meter of 20, 25. Deze pikkelharde strijd, dit duel op het scherp van de snee. Ja. En op een fiets waar het hij amper 2 minuten op zit. En hij heeft in het stadion al zoveel tempo gemaakt hier in de voorbije passages. Het gat wordt inderdaad een klein beetje groter. En hij zit met een probleem. Maar hij kan dat misschien nog wel oplossen. Ja, nieuwe remblokken. Op zijn techniek. Seconde of vier, Renaat. Ja, en hier inderdaad, Stibar. Eens kijken hoe, en dan toch ook weer altijd dat achterwiel dat wegslipt. Nijs, het zijn 3 seconden. Het is nog altijd niet over en out. Nee. Benieuwd hier zo meteen bij het opdraaien van het atletiekstadion. De tartanpiste. Maar daar zag je hem al een paar keer keihard doorzetten. En hij is er al. Hij is er al. En ik denk dat het gat inderdaad nog wat groter geworden is. Ja, ja. Dat hij nu al een meter of 30 heeft. En dat Nijs nu alle kleuren van de regenboog ziet. Ik zie Nijs ook onder de oksel omkijken. Daar is Tibar al uit de bocht aan het komen. Nijs moet er nu nog in. Hier passage onder de boog. Ja. En dat wordt een solo slim van. Nog een ronde of 4, hè? Ja, hij is uit het wiel. Van 4 ronden nog, hè? Het waren 3 seconden. Het worden er 5. Het worden er 5. Ja. Oei, oei, oei. Kleine collaps. Nu uitkijken wat er gaat gebeuren aan de balken, aan de schuine kant. Daar moeten we nu op gaan rekenen, zelfs in deze ronde. Zakje ijs op de kop. Zo werkt dat natuurlijk ook. De man van Mallorca. Allersnelste ronde. 5.44. Een turbo-ronde. 29.3 moyenne. Gelukkig is Belga Compagnie, of hij was ermee weg. Renaat. Ja, bij Paul van den Bosch, Paul, het is heel simpel. 5 seconden daarmee. Ja, 5 seconden. Het zal buigen of barsten zijn. Als dat nu uitgebouwd wordt naar 10, 15 seconden, dan denk ik dat het over is voor Sven. Stiva gaf een heel sterk indruk. Ik zag net hoe hij de fiets wisselde, dat hij heel snel de trappen opliep. Hij had enkele meter achter en hij maakte dat zo goed. Dus Stiva is inderdaad zeer, zeer sterk. Ja goed, de wedstrijd is nog niet afgelopen, maar Sven zal toch niet meer tijd mogen toegeven, want anders is het wel afgelopen. Hij liet het gat vallen, Nijs, en moest het gat laten vallen op die helling. Ja, dat is natuurlijk, daar komt de power voor. Hè. Dus ja, ik denk als Stiva dit kan doortrekken, is er niks aan te doen. Dan is de beste gekend. Dankjewel, Paul van den Bos. Zdenek Stibar, nog 4 ronden alleen. Kan hij dat? Heeft Nijs de mentale weerbaarheid, de veerkracht, om te zeggen, nee, ik pak je terug, man. Ik ga niet voor dat plaatsje rijden. Ik wil goud. Voor de rest telt niks. Ja, we zijn ze al lang kwijt nu. Hier is daar Stibar. Zit hij alleen en hij is nog verder weggereden. Hij is nog verder weggereden. Ja, hij gaat bijna boven komen en de duik naar beneden. En voor Nijs, het wordt moeilijker, je ziet het. Ja. Dat vlotte, dat vloeiende, dat ritmische is er een beetje uit. Ja. En nu is het een grimas. Dan te groot natuurlijk, dat komt ervan. Als het een klein beetje minder gaat, dan heb je die neiging wel altijd om eentje te groot te gaan. Het is een grimas geworden. Renaat. Ja, een top, een visuele top. En daar komt hij op 10 seconden is dat. Ja, ja, ja. En hij gaat nog een tijdje het volle pond geven tot hij die voorsprong uitgebouwd heeft tot een goede 20, 25 seconden. En dan kan hij, ik zal niet zeggen rustig, maar toch een beetje beter gerustgesteld afwerken. De quickstep dansen kan hij dan. Hij zal daar straks of binnenkort bij quickstep op geen geplakt latje moeten zien. Hier de achtervolgers, de mannen die voor brons gaan. Of misschien ook zilver. Je weet maar nooit hè, met iemand die terugvalt. De tweede van vorig jaar. De vissenwereldkampioen achteraan. En Renaat. Nijs met de wissel, maar zijn achterstand is aan het groeien hoor. Hier verandert hij van fiets. Probleemloos natuurlijk. 15 seconden de achterstand bij het begin van de trappen. Dat ziet er niet goed uit. Nee, en je ziet het ook aan de manier waarop hij die trappen neemt. Dat de fut er een beetje uit is. En Albert die is als 24e doorgekomen op 2 minuten. Walsleben voor een podium.
voor de eer van de Duitsers. In zoverre dat deze sport hier in Duitsland nog een beetje gevolgd wordt. Oh, dat was een slippertje. Ja, ja. Dat was een echt slippertje. Maak dat daar maar mee. Dan moet hij echt heel hard gevlogen hebben hier omhoog. En hier komt Nijs nu. Luid aangemoedigd natuurlijk. Het zijn allemaal Belgen daar. Maar kijk naar die overgave. Kijk naar dat schokschouder. Maar dat is bij hem een teken van power, van kracht. Jawel, jawel. Het gaat nog altijd vooruit. Hè. Als je daar straks Chanel, toch ook een wegrenner van formaat. Dus winnaar zelfs in de driedaagse van de pannen. Moest hier blijven zitten. Hè. Heel stilletjes, heel braaf omhoog peddelen. Nijs, nu toch in een cadans die iets beter oogt dan die van daarnet. Fatsoenlijk nog, fatsoenlijk. Heeft het natuurlijk zwaar gehad. Hè. Als je uit het wiel gereden wordt, dan moet je al ten eerste al verwerken. Dat wil zeggen dat ze toch je strotteken dicht hebben genepen. En dan ja, terug je tweede adem vinden. Of je derde wel. We gaan naar Renaat. Ja, bij de bondscoach Rudy de Vie, simpele vraag. Is de wereldkampioen bekend? Nee, maar het is nog vrij lang en zoveel gebeurd. Qua moeilijkheden, qua mechanisch defect. Dus de prijzen worden pas aan de meet verdeeld. Dat is waar, maar aan de andere kant, het verschil tussen Stibar en Nijs hier dan net op de trappen was groot, qua indruk. Ja, het is duidelijk dat Stibar de beste is. En bij mij moet de jongen geen pech hebben. Hij zou het zeker verdienen. Maar ja, de wedstrijd moet nog altijd gereden worden. Dankjewel, Rudy de Vie. Die is al bijna voor drie kwart gereden, maar er is inderdaad nog een flink stuk voor de boeg. En Nijs moet eraan denken dat Stibar een terugval had in Hogerijden. Nu weet ik dat dat natuurlijk hetzelfde niet is. Het was na die dubbele, zeer zware trainingsperiode, hè, een dubbele week. Maar toch, je weet maar nooit. Je mag het niet opgeven in je kop. 12 seconden wel. Absoluut niet doen, want Nijs is hier dus bezig met een glansprestatie. Hij rijdt dan wel in tweede positie, dus maar dit moet een van zijn betere dagen van het jaar zijn. Hè. Dus als je ziet hoe hij van de rest van de Belgen zomaar weggereden is. En we gaan naar Renaat. Ja, geen Nijs te zien op dit moment. Daar komt hij nu de hoek om. En dan zijn we al 10 seconden na de passage van Stibar. Het waren er net 15. Hij lijkt een klein beetje... Ja, het is status quo. Hij gaat nog wisselen ook. Op 15 seconden gebeurt dat. En kijk hoe hij dan in de remmen moet gaan. Ja, die box van de Belgen, dat is echt wel de slechtst mogelijke box. En is hij dan ook nog lek gereden? Even kijken. We vragen het aan Jos. Probleem met de fiets van Nijs? Lekke band vooraan. Lek vooraan, ook dat nog. Ja, ja. Maar misschien kan hij nu met een propere fiets, een fiets die ook helemaal in orde is, wel even gas bijzetten. En kan hij toch nog wat proberen te doen, de bakens verzetten. Nog drie ronden van het einde. Ja, en het gaat vooruit hier wel. Stibar komt alweer over de aankomst. Maar die Stibar die heeft zich hierachter op Mallorca voor verrot getraind. Hè. Niet alleen op de weg, lange sessies, ook sprints bergop. Maar ook in de gymzaal, gepowerd, een uur aan een stuk. Hij is een maniak, hè. En kijk, die seconden wegtikken. Genadeloos tikken ze weg. Het zijn er al 20. Ja. Enfin, 19. Dat is natuurlijk niet het enige dat telt. Hè. Dus hard trainen, dus, want anders zou iedereen dat wel doen. Je moet daar ook tegen kunnen, je moet daarmee kunnen omgaan. Dus iemand hard laten trainen, een dag later een wrak zijn, dat is geen oplossing. Hij is natuurlijk een andere klasse, een ander kaliber. En weggebleven in Pontchâteau. Jawel, dat speelt allemaal mee. Ja, dat rendeert nu. Hè? Ja, en dat is halveling zijn goed terecht natuurlijk. En hij bewijst dat het misschien toch wel de ideale voorbereiding is geweest. Slecht voor de sport, maar goed voor het WK. Absoluut. En hier is het nog altijd lonken. En Van Tornhout die denkt van, ah, als dat zo zit, dan ben ik er weer weg. Doe maar, Klaas. Doe maar. Klaas is sterk. Pavel slaat het nu aan Walsleben over. Bij Walsleben is het ook al een beetje op. Ook al zo'n beetje denken van, oei, het wordt nog lastig genoeg. En dit is natuurlijk veelbetekend. Hij ziet hem niet meer. Nee, dat is waar. Hij moet hier nog de balken pakken. Hij kan het nog altijd. Hij moet hier nog de balken pakken. En het is ook goed om eens even te informeren over het verschil tussen deze Nijs en Van Tornhout. Groot, hè? Groot nog zo. Dus zij moeten nog helemaal rond de tent. Nog eens retour, dan nog eens een keer draaien richting balken. Als Klaas Van Tornhout erin slaagt om hier weg te blijven, dan krijgen we dezelfde mensen op het podium als op dat van Tabor vorig jaar. Walsleben gaat dat niet zomaar laten gebeuren. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor eigen volk. Ja, dat kan misschien Pauwels straks goed uitkomen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Mooi dat Walsleben terug is. Dat is een klein beetje jammer voor de spankracht, dames en heren. We hadden het ook liever anders gezien. Hè? Het mocht allemaal gebeuren in de laatste ronde. Wat in de laatste afdaling. Maar nee. De Tsjech is te sterk. En Klaas wordt bijgehaald.
Ja, en Fontana mooi bovengereden langs de linkerkant daar. En dan gaan ze weer een beetje nadenken en dan gaat het daar wellicht weer een beetje stroppen. De regisseur, hij zoekt voort. En hij vindt Stibar. Zdenek Stibar. Hij rijdt er op een heel ander traject nog. Wiens schema's uitgedokterd worden door professor Hesbel. Professor, inspanningsfysioloog. Ook begeleid door Bert de Kuiper, psycholoog. Want af en toe moet je deze mensen ook een beetje intomen. Maar dit is echt wel een klasseverschil nu, hè? En daar Nijs, ja. Nog altijd in de diepte. En Renaat. Ja, eens kijken naar dat verschil en top. 20 seconden, net voor de trappen. Hier komt Nijs. En dan zie je een verschil in snelheid, hè? Jawel, jawel. Dit is nu stappen geworden, terwijl dat bij Stibar lopen is, hè? Ja. Dat is dan wel een trapje van 20 treden, maar ze pakken ze per twee. Maar je ziet dat enorm, enorm verschil. En wat in de jeugd vaak al boven komt, dat komt dan natuurlijk ook later op rijpere leeftijd piepen. Toen hij naar het WK ging in Schijndel, BMX, als een knaapje van een jaar of acht, toen oefende hij 200 keer de start. 200 keer. Om toch altijd maar net iets sneller, net iets beter te reageren. En hij werd wereldkampioen. Pauwels, dan toch nog een jaartje te tenger. Ja, dat blijkt. Maar dit is ook niet. Het is geen wereldbekerkoers. Het is geen Gazet van Antwerpen. Het is geen superprestige. Ja, in één keer wereldkampioenschap. En daar draait het eigenlijk dan weer om. Hè. Dus, Hij is de mond open, maar toch moedig en zeer bewonderenswaardig dat hij blijft vechten. Zilver is overigens een kleur die op een WK nog niet haalde. Brons heeft hij al zat. Hij gaat er content mee zijn. Ja. Als je je allerbeste gegeven hebt en je stuit op een superman, dan kun je alleen maar het hoofd buigen en je klak afdoen. Ja, hij heeft 200 meter of een kilometer heeft hij fout in de fout gegaan. Dus mee op kop te komen. Dus, maar dat is dan weer vrij professioneel, maar daar heb je niks aan. Dus dat had hij eigenlijk niet moeten doen. Dus, maar hoe gaat dat, Paul? Je voelt je goed, hè, op dat moment. En er is niks meer te zien. En het zilver is binnen handbereik. En misschien het goud wel. Dan is het logisch dat je gaat meewerken natuurlijk. Dus, maar met een Stibar op kop gaan rijden in een wereldkampioenschap, wetende van waar dat die kerel komt, welke doelen dat hij voor ogen had, ja, dat is eigenlijk om miserie vragen. Maar, kan het begrijpen, hoor. En hij gaat het waarmaken. Want zoals die tekeer ging in het begin van het seizoen, had je gedacht van, je gaat alles platleggen gewoon. Daar gaat niks aan te doen zijn. Maar dan zag je toch al een signaal op de Koppenberg waar hij niet mee kon met deze Nijs. En dan moest hij gas terugnemen. En toen kwam die blessure. En dan had hij nog één ding, dat is wereldkampioen worden en daar alles op alles zetten. Voilà, dit is het resultaat. Ja. Renaat. Ja, hij pakt terrein terug, hoor. Hij volgt nu op 15, 16 seconden. Dus toch een secondje of vijf dichterbij geslopen. Sven Nijs. Ja. Laten we hopen. Maar het is ook al een vorm van berekening vooraan bij Stibar. Waarschijnlijk wel. Dus Stibar heeft hier één keer vrij rustig omhoog gereden. Relatief op adem komen. Hij heeft nog reserves, Stibar. En daar is hij nu alweer mee bezig, mee rapper te rijden. Hij zal natuurlijk perfect op de hoogte gehouden worden van zijn verschillen door een aantal mannetjes die geposteerd staan op het parcours. En kan zich dan wel eens een keertje permitteren om een slappere klim ertussen te gooien. Nog twee ronden, dames en heren. Nog twee ronden. Even kijken. Het waren er inderdaad 20. Het zijn er nu 17. 17,5. Daar staat 19, maar schrap dat maar. De wereldkampioen van St. Wendel 2005. Dat zou 2011 is wel 6 jaar later. En in die tussenperiode heeft hij de cross volledig gedomineerd. Laten we dat niet vergeten. Daar gaat... Walsleben. Ah. En het is... Maar hij maakt weinig centimeters goed. En nu begint het dan toch positiever uit te draaien. Renaat. Nou, er is nog een lekke band geweest. Kevin Pauwels, lek gereden. Nog maar eens. Al zoveel vandaag. Die rotzooi in de ondergrond.
Want hoe dan ook is dit parcours toch nog altijd vrij snel. En door die snelheid kun je natuurlijk die smeerlapjes die een scherpe kant naar boven steken in de modder niet bespeuren. Daar komt Mouret, die begint erdoor te komen. Ja, dit wordt nog moeite. Maar hij ziet eruit. Je ziet het, de sporen van de valpartijen. Het is er niet eentje geweest, blijkbaar. Fontana hier nu voor onze neus op de streep voorbijgekomen. Marco Aurelio Fontana. Dus net voor deze Mouret uit. Mouret, die laten we zeggen de eerste helft van zijn cross gerateerd heeft. Gemist heeft. Zonde, zonde. Want als je nu hier nog passeert, dan ben je eigenlijk wel bekwaam om op zijn minst in het tweede groepje te vertoeven. Zevende plaats. Zevende plaats. Krijgen we daar nog een glimp van Nijs? Nee dus. Hij zal hier uit het zicht van de camera. Ja, maar hij is weer aan het doortrappen. Dus fors tot en met. Daar komt Nijs. In het zadel blijven zitten, Stibar. Nijs, die nu met de wat langere halen toch nog probeert wat terrein goed te maken. Maar het is een zware cross. 75 meter hoogteverschil. Iedere keer weer. Alleen maar ballast aan het eind van zo'n lang verhaal. Het gesukkel hier in de achtergrond. Paulus komt daardoor. Zeer vlot weer terug. Schik, schik, schik. Op techniek. En hier Fontana. Dat is de zesde man in de race. Renaat. Ja, Nijs opnieuw op 20 seconden. Ja. Goeie afdaling. Even doortrekken hier op de piste. Ja. En het gat is weer wat het was. Een klein beetje ermee rammelen. Op deze manier. Maar 20 seconden. Nog altijd geen garantie. Er mag niks fout gaan. Dus... Je bent toch wel 3 minuten weg van de post als je tegenslag hebt. Dat is waar. Stel dat er inderdaad zo'n rotzak je band lek zet vlak achter de post. Jawel, jawel. Ja, maar die stenen, het zijn verraderlijke kereltjes. Dus ze zijn toegevoegd en ze hebben zich nog altijd niet gezet. Hè. Dus dat is nieuw aangebracht. Het zit eigenlijk te vechten tegen die grond. Ze komen omhoog staan. Je kunt er op lek rijden, dat staat vast. Paniekcross van de organisatie was dat. Renaat. Het is status quo, 20 seconden aan de voet van de trappen, die helling. Maar er mag inderdaad niks gebeuren. Vraag je voor Paul van den Bos, geloof je er nog in de wereldtitel? Wow, geloof er nog in normale omstandigheden niet. Nee, ik zag Stivag erbij komen met volle overtuiging, schokken met de schouders. Ik denk niet dat Stivag gaat stilvallen, want hij moet echt gaan stilvallen. Of hij moet iets voorkomen, maar daar mogen we dus echt niet op rekenen of zeker niet op hopen. Aan de andere kant, Nijs staat bekend om zijn laatste felle, snelle ronde. Wel, hij ziet er nog goed uit. Hè. Ik denk dat er iets meer had ingezeten mocht hij niet lek gereden zijn. Hè. Want hij zat op 7, 8 seconden en dat is er toen 21 geworden door een lekke tube. Maar ja, goed, dat is, hoort bij de sport. En op dat ogenblik had Stivar toch al een beetje de maat van Sven genomen en was weggereden. Dus ik denk dat op dit ogenblik, zoals het nu verloopt, en mocht Stivar wereldkampioen worden, dat er echt weinig discussie over is. Dank je wel. Dat klopt helemaal. De beste heeft ze er allemaal afgereden in een man-tegen-man gevecht. En op het ogenblik waarop het gebeurde, was er van een lekke band geen sprake. Nee, nee. En op een recht stuk, recht toe, recht aan, 6 meter breed. Er is weinig over te protocollen. Wij zullen zien, zegt Stibar altijd. Ja. We hebben het Jan Dori gezien. Ja, zeker weten. Maar enfin, nog anderhalve ronde, hè? Ja. Nog anderhalve ronde. En ook dit is een zeer interessant gegeven. Ja. Filip Welsleben. Nog altijd voor het bronzen, hè. Wordt hier geknokt. Filip Welsleben, die in het vorige seizoen er niks van bakte. Vanwege een mysterieuze virale infectie. Kraak hetzelfde. Hij rijdt tot op de millimeter elke ronde naar beneden. Hè. De goede lijn. Ja, door dat spleetje daar. Dat kent hij van buiten. En hier tempo weer gedrukt. Hij is dan ook al van donderdag hier aan het rondvlammen. Want van trainen was geen sprake. Dit was eigenlijk rondbatsen, gelijk een echte. Oh, oh. En op een dikke ronde van het einde ziet het er naar uit dat we het moeten doen met datgene wat we vorig jaar hadden. Geen kampioen. 17 seconden. 17 seconden. De burger toch nog een beetje moed geven. Ja, ja, ja. Renaat. De Chibar weer bij de punt en dan elke ronde opnieuw datzelfde ritueel. Linkervoet uit het klikpedaal en dan dat voorwiel schudderend, schokkend over die strook. Want dan blijft hij altijd weer net overeind op het randje van het risico. Nijs ziet dat dan in de verte gebeuren. Stibar alweer bijna de pist op en dan komt Nijs ook op dat punt. Hier komt hij luid aangemoedigd door Paul van den Bos. Die zegt dat het gat kleiner wordt. Het zijn 18 seconden hoor. 18 seconden laten we zeggen. Een status quo. Draait als de wind, Paul van den Bos. Hij gelooft er niet in, maar tegen Nijs zegt hij dat het kleiner aan het worden is. Maar dat moet ook, hè? Dat is waar. Dat is je taak, hè? Dat is waar. Maar dit ziet er nog allemaal zo overtuigend uit. Jongen, 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 jongen.
Het is inderdaad doodjammer dat Albert hier niet helemaal van de partij is geweest zoals het moest. Hè. Mm-hmm. Doodjammer. Ja. Want hij kan dat hoge tempo in de slotfase wel aan als hij in een goede dag zit. Daar twijfel ik niet aan. Maar of dat het parcours 100% in deze omstandigheden voor hem had geweest, dat zal de vraag blijven. Hè. Dus die zullen we nooit niet kennen. 17 seconden. Kom nog maar eens, André. 17 seconden. Je hoorde Renat. Jan, een lekker band voor het lijstje bij de Belgen. Meeuwse ook lekker reden. Ja. Ja. Is om hopeloos van te worden natuurlijk. Ja, nooit niet gehoord in een kampioenschap. Zoveel lekke banden. Allemaal mannen van 60, 70 euro. Er waren in dit WK twee mannen die er echt met kop en schouders bovenuit staken, dames en heren. Dat hebt u duidelijk kunnen zien. Echt een reuze groot verschil. Kijk maar eens. Nijs is hier ondertussen al voorbij. Al een hele tijd voorbij. En zij moeten dat stadion nog binnenrijden. Hè? Ja, oppassen voor Walsleben. Hè. Hij heeft toch een nieuwe fiets genomen daarnet. Pauw was de laatste met een pik. Maar dan kijkt hij om en dan houdt hij weer in. Ruggeske. Dat wordt een minuut 20 voor die mannen. Hè? Ja, daar hadden de meeste renners wel last van. Vanmorgen ook al bij de vrouwen. Dat de rug overbelast was van bergop te rijden, van die lange klim. We zijn nu een uur bezig. En we moeten nog een ronde afleggen. Voor velen de ronde te veel. Opletten in die laatste ronde vaak nog vreemde dingen. Hè? Mannen die van achter naar voren schieten. Walsleben, Pauwels, Van Tornhout in die orde op de plaatsen 3, 4 en 5. Fontana gaat zijn zesde plaats misschien kunnen redden. Maar daar is Mouret. Ja, jij redt sterk hoor. Sterk. Het heeft echt niet meegezeten voor hem. Hier, laatste keer vol ja. Op die klim. Dat is nog eens trappen. Laatste keer alles uit die sterke kas. Uit dat lijf dat heel goed uitgebalanceerd is. Hij is nooit zo makkelijk wereldkampioen geworden als nu. Stibar. Wie zoekt u, meneer de regisseur? Wie komt daar? Hier is Nijs. Die alweer de indruk geeft een tandje groter te draaien. De achtervolger. De beste van de rest? Absoluut. Er is geen sprake van de andere. En wat? Dat wordt ook weer een vraag die vaak zal gesteld worden. Wat als hij niet ziek wordt op het Belgisch kampioenschap of in die periode? Als hij een perfecte voorbereiding kan neerleggen. Ja. Dat had misschien een slot op de borrel kunnen schillen. Maar Stibar is vandaag wel zeer, zeer sterk uit. Klaas mee, het is de laatste ronde. Ja, dat wordt nog een pittige sprint. Ja, wel, jawel. Met toch wel licht voordeel voor Pauwels. Vanwege die intelligentie. Mouret voorbij. Ja, voorbij Fontana. Mouret voorbij en die zit heus niet zo ver van die drie anderen, hè? Opgelet. Dat is ook een finisher, hè? Jawel. En daar zit nog wel wat op. Ja, hier zitten ze maar naar elkaar te kijken. Dat zie je dus echt aan die seconde. Dus, want Nijs rijdt maar verder en verder weg. Mouret was daar al in de achtergrond. Daar hebben de veiligheidsmensen de handen vol om het volk wat bijeen te houden. Aan de oversteekplaatsen. Ja, niet te lang lanterfanten, want hij komt eraan, hè, mannen? Laat hem niet komen, Mouret. Hij komt eraan. Want je hebt het zeil aan. Stibar moet ondertussen de trappen al voorbij zijn. Daar gaan we toch vanuit. Ze hebben hem niet zien komen. Hè. Dus niemand heeft er iets tegen geroepen. Vader, ze moeten rijden, want Mouret komt. Dus in 26 jaar, hier is Stibar, is het maar drie keer gebeurd dat iemand zichzelf opvolgde. Mario de Klerk, Bart Welles en Erwin Vervecke. We gaan naar een vierde keer. Hè. Dus Zdenek Stibar. Toch is een beetje ongerust. Ja, ja. Zie ik nog wat? Bezop, nee, 15, 17, 18 seconden. Bezop, dat is niet zoveel. Dus, maar dit is wel meer dan die 18 seconden. Maar deze man heeft een hele knappe strijd geleverd. Ja. Hij heeft het volle pond gegeven en haalt eruit wat erin zat. Het is alleen doodjammer voor hem en zijn verdiensten voor deze sport. Hij heeft ze op de kaart gezet. Dat hij geen wereldkampioen wordt. Hij moet hem mee. Het had erin gezeten. Opgelet. Zonder Stibar dan wel. Wat heeft die Mouret dat snel gedicht. Ja, ja. Maar ondertussen zijn onze landgenoten hier misschien een klein beetje op in effen gekomen. Hè? Dat is ook waar. Mouret heeft dan het gaatje moeten dichten. Dus maar zebiet komt er nog wel het echte Mouret-stuk. Bergop. Daar komt hij in de laatste afdaling. Jawel, jawel. Weer die lijn. Ja. En nu weer naar dat spleetje daar beneden. Tjoep, erin. Richting materiaalpost.
Hij moet zich ongelooflijk sterk gevoeld hebben. Hij moet nog maar een minuutje koersen en het is voorbij. Hè. Ze gaan af, hè. Hij moet zich waanzinnig sterk gevoeld hebben om op 4 ronden van het einde te zeggen... Adieu, meneer Nijs. Ja. Ik laat u achter, want ik vertrouw u niet. Ik ga u nu overboord gooien. Geen gewone jongen. Goh, goh, absoluut niet. Geen regelmatigheidscriterium. Nee. Door die ellende. Door die fysieke ellende. Door de overbelasting. Want dat heeft hij wel een beetje in zich. En hier de gentleman. Die toch weer andermaal de eer van ons land redt. Dat zal wel zijn op deze manier. Tweede worden in een WK. Maar dit is genieten. Hè. Voilà. Daar de piste op. Daar komt Zdenek Stibar. Alles perfect. Alles dik in orde. De opbouw compleet af. Als een grootmeester hier gedomineerd. Nijs uit het wiel gereden op 4 ronden van het einde. En dan hier genieten, savoureren. Een tweede opeenvolgende wereldtitel. Dank u, meneer Fiets. Voilà. 1 en wereldkampioen opnieuw. Zdenek Stibar. Wie doet er wat vanaf? Niemand dus. Hier is Van Nys, die een fantastische race gereden heeft. Die inderdaad er stond op de afspraak. Jammer dat er eentje beter was. Mooi. Op 17 seconden tweede. En dan komt hier de Kevin. De Kevin. Voor de laatste podiumplaats. En Moeren. En Walsleben. En Van Tornhout. Kom maar, Kevin. Dat is met zin voor risico nu. Nog, dat moet. Ja, nog één bochtje. Opgelet, de sprintsnelheid van Moeret. Maar probleem. Het gat lijkt me groot genoeg. Geen probleem voor Kevin Pauwels. Twee mannen op het podium, dus twee medailles. Kijk. Maar geen goud. En dat zijn we toch zo lang gewoon geweest. Ooit sprinten voor de eerste plaats. Dat moet er ooit wel eens van komen. Oh, oh. Maar hier op ruim een minuut. Derde. Maar wel een goede derde. Chic. Ook van hem kun je niet zeggen dat hij gefaald heeft. Nee, nee, nee. Daar komt de toekomstige kopman van Sunweb Revor. Hij wordt hier derde. Tweede Belg op het podium. En dan Moeret, vierde. Walsleben, vijfde. En een leeggestreden Klaas van Tornhout, zesde. Klaas kan veel, maar net niet alles. En hier komt Huilen. Dat is zo'n schuiver, weet je. Van achter naar voren. Ja, met Tom Beusen. Fontana. Maar daar zit Fontana. Ja, die gaat er nog eerst doorkomen. En dan dat spurtje van die man of vier. En dat is voor plaats 7. Marco Aurelio Fontana. Ja, die een ronde of 4-5 indruk gemaakt heeft. En dan zich ook een beetje laten vangen heeft. Van, oh, wat ben ik goed. Zal ik me eens een keertje laten zien? Dit is Walsleben. Dan uiteindelijk toch geen podium. Maar wel een goede prestatie. Hier is Bart Welles. Aha. Bart Welles voor Huilen en Meuse en De Knecht. En was dat Page? Ja. En dat is ondertussen al op plaats 12. Meuse op plaats 10. En Bart Welles dus op plaats 8, als ik het goed gezien heb. Hier komt Cadré en Dlask. Op 13 en 14. Maar dat is al op 2 minuten, ruim 2 minuten. Wat een verschil, hè? Er waren er twee van een andere orde, Stibar en Nijs. Maar toch was die Stibar nog een half kopje groter. Hier komt Arnouts nu binnen. Dus even kijken boven. En dat was op plaats 17. En dan Wildhaber, plaats 18. Heb ik het goed begrepen en heeft Renaat iemand te pakken? Klopt. Klaas van Tornhout, zesde. En je was lange tijd in strijd. Je was de hele tijd in strijd voor het podium. Ja, toen dat Nijs en Stibar gingen, had ik wisselde net van fiets en een heel slechte wissel gedaan. Ik zat heel ver. Ik moest van heel ver komen. Ja, ik denk niet, ik kan het nooit weten, maar kun je als ik ze ging kunnen volgen hebben, maar...
Ja, dan was het constant voor de derde plaats met Walsleben. We hebben een beetje kat en muisspel gespeeld met Walsleben. We wilden zeker nog een Belg op het podium. En, ik heb het gaatje laten vallen op de laatste klim voor het pauze en blijkbaar was het voldoende. Uiteindelijk was het een heel eerlijk parcours. De twee sterkste reden voorop. Het was sowieso met de hoogtemeters, het was nooit vlak. Is het zeker een zware wedstrijd geworden. Het valt zelden stil bij ons en dat maakt het net zo zwaar. Stibar opnieuw wereldkampioen. Kunnen de Belgen daarmee leven? Ja, ik had hem verwacht. Ten eerste, Stibar is heel sterk. En ten tweede, hij was super fris. Dat is een voordeel geweest. Okay, bedankt, Klaas van Tornhout. Dat is een snelle, maar een correcte analyse. Hij had inderdaad een grotere staat van frisheid. Wat zie je, Paul? Albert, nog altijd in de running. Dus heeft de koers uitgereden en gaat nu binnenlopen. Daar is Niels Albert, die op geen moment meegedaan heeft in deze strijd. Door een behoorlijke start, maar toch weggetrumd na materiaalpech. En nooit mee in strijd geweest voor het Eremetaal. Ja, nooit. 24e, ja. Op 4 minuten en 28 seconden klapt. Dat is doodjammer. Nogmaals, de pion die we daar vooraan gemist hebben. Zonder twijfel, als er iemand die een versnelling zou kunnen beantwoord hebben, dan was dat Albert. Maar je moet het niet alleen daar kunnen. Hè. Je moet ook heel de omloop moet meezitten. Je moet gespaard blijven van pech. En dat heeft niet meegezeten. Dus als je niet mee bent, helemaal in het begin, dan heb je iets voor. Hier is Albert. Die stond 4,5 minuut. Dit had je vooraf nooit gedacht. Nee, en ik rijd in de tweede ronde lek. Net bij het afdraaien van de piste hier. En dan was mijn WK over. Je wist het onmiddellijk? Ja, dan ik verlies een halve ronde, bijna 1 minuut. En dan is het WK over en erbij. Lek bij het afrijden van de piste, zeg je. Je bent daar 1000 keer gepasseerd op training, bij manier van spreken. Ja, en ik heb van heel dit weekend geen ene keer een platte band gehad. En nu in de tweede ronde tijdens de wedstrijd gebeurt het al. En, dan wist ik dat mijn WK voorbij was. En dan heb ik gewoon eigenlijk nog uitgereden voor mijn supporters die hier waren. En ik heb niet meer bezig geweest met de koers proberen te winnen. Dat is bewonderenswaardig. Desalniettemin, hoe groot is de ontgoocheling? Ja, natuurlijk ben je in eerste instantie ontgoocheld. Hè. Je komt natuurlijk naar hier voor te winnen. Ik heb er alles voor gedaan. En, ik kan toch terugblikken op een mooi seizoen. Ik heb toch geen titel in de wereldbeker. En, daar moet ik me aan optrekken. En morgen is het terugwerkend dag voor volgend weekend. Dankjewel, Niels Albert. Paul, je hebt hier wat opgeschreven. En dat is heel terecht. Ja, dus... Het is misschien spijtig dat hij er niet echt bleef in gelopen. Want we hebben zelf samen gezien dat gesignaleerd dat Mouret en Albert samen op pad waren na 5-6 rondes. En wie is er 4e en wie is er 24e? Dus als hij erin had blijven geloven, had hij misschien nog altijd dat zilver kunnen... het bronzen medaille kunnen pakken. Dus het had wel gekund nog. Hè, dus, maar ik kan het begrijpen. Dus als je komt om te winnen en je slaagt er niet in, dan is alles voorbij. Zdenek, 12 months ago, we were in Tabor, in your home country, celebrating your first gold medal in the elite category. Today, 1 year later, it's already the second one. What are the difference between these two great achievements in your career? Thank you very much. You know, it's always whatever race is very difficult to win. And they always say that the most difficult is to do the first one, and the second one is a little bit easier. But you know, when everybody is really saying, yeah, you are the world champion, you have to defend it, you have to do it over new, and especially with my case, because I had injury during the season and was nothing going really good, then I skipped one World Cup and I was everything making only for this race, and now I have the big result. I got it all back, so it's really unbelievable. It's really great. But you had good feeling from the beginning, I think, because you took the option, the easiest option for you, take the lead from the first meter of the race. Yeah, you know, I knew that it will be a very tactical race from the beginning, that everybody will try
to just look on the others, and I was afraid when I've been, I think, in the beginning just with five or four Belgium guys alone, and I want to avoid that they are going to play some game. And I felt that the legs are rolling quite good, so I just try one attack, and one attack was for today enough. Zdenek, what is in your future? Road cycling or still cyclocross? You know, for sure, next 2 years I want to stay in cyclocross, and especially next year when I will wear the white jersey, I think it will be really excellent. And then I want to see for the future. I have now a lot of opportunities, and I want to take from my career all the best. Thank you, and congratulations again, Zdenek Stibar, world champion in St. Wendel. Het podium, twee landgenoten, twee mannen in die klassiek blauwe truien met die tricolore bandjes over. Maar er staat er eentje met een hele brede glimlach in het midden. De man uit de Tsjechische Republiek, die voor de tweede op een volgende keer wereldkampioen wordt. Maar brons is voor Kevin Pauwels. Kevin Pauwels, die moest passen toen de twee wegreden. Maar met al zijn koersverstand toch weer slim genoeg was om het af te maken in de achtervolging. Dat heeft hij knap gedaan. Nogmaals, er komt een dag dat hij daar in het midden staat. Daar zijn we zeker van. Hij heeft er al van geproefd bij de juniores en bij de belofte. Op de tweede plaats een man waar je toch alleen maar bewondering kunt voor koesteren. Hè? Een man die deze sport op dit niveau gebracht heeft. Haast in zijn dode eentje. En stel je nu eens voor dat hij er vandaag niet geweest was. Dan lag onze hoop na ronde 4 al op zijn rug. En dan voor de tweede op een volgende keer winnaar van de gouden medaille. Op die helm stond overigens Gold Rush 2011. Hij mag daar nu van maken. Echt waar. Gouden medaille. Wereldkampioen 2011. Het is voor de 8e keer in 25 jaar dat de topfavoriet voor het WK wereldkampioen wordt. Dat is niet zo'n hoog percentage. Het is dus niet evident om als topfavoriet te starten en het ook af te maken. Hij doet dat voor de tweede op een volgende keer. Dan staat daar de compleetste koster van het moment. Niet van de generatie, want dat is Nijs. Maar van degene die er nu al aankomt, die er nu al is, hij. Ja, dat hij een geval apart is, dat is al ja, langer dan vandaag duidelijk. Dus de manier waarop hij eigenlijk domineert, de koersen dat hij wil winnen. Dat is buitengewoon en dat gaat nog niet stoppen. Hè. Deze kerel is nog goed voor jaren. En Lefevre, die altijd al een patent had op wereldkampioenen. Had hij die niet in zijn ploeg, dan kocht hij die. Heeft weer een goed oog gehad. Heeft alweer een wereldkampioen voorlopig. Had hij die nog niet in zijn nieuwe team van Quickstep. Dus daar kan hij straks mee pronken. Ja, beste koop dat hij eigenlijk kon doen. Mooi gedaan van Lefevre. Ik hoop dat de mensen van de UCI die Tsjechische hymne bij zich hebben. Hè? Ja. Het is. Zdenek Stibar staat voor de 4e keer in zijn carrière op het hoogste trapje van een wereldkampioenschap. 2 keer bij de belofte, ook toen 2 keer op rij en nu 2 keer bij de profs. Dit is het podium, dames en heren. Dit zult u als kenner ongetwijfeld inprinten. Stibar, Nijs, Pauwels,
een sms'je gekregen van een van de supporters thuis. Een van de kijkers, neutraal meestal, die zegt... En toch heeft die Nijs vandaag zoveel gegeven en zoveel klasse getoond dat ik die fles champagne toch ga aftrekken. Daar heeft hij gelijk in. Dus het is sterk wat Nijs gedaan heeft. Dus maar tegen die man gaan winnen, dat was eigenlijk onbegonnen werk. Dus je weet dat bijna voorhand, maar je doet wat je in je mogelijkheden hebt. Hè. Dus je verzint allerlei scenario's. Dus maar iedereen wist dat Stibar, of de meesten wisten toch dat Stibar ging uitpakken. Goed. Ik dank André en Renaat en Paul. U wordt tweede. Fantastisch duel. Lange tijd. Maar dan is het toch nog een vrij lange solo van Stibar die dat eigenlijk afrondt. Ja, het één demarrage meer als ik. Die was iets te scherp voor mij. En, ik moest even gaan zitten en mijn tweede adem vinden. En ik denk dat ik die redelijk rap vond, want ik verloor niet echt meer op het einde. Maar ik ben dan ook nog eens lek gereden. En misschien was dat net een druppel te veel om... de druk iets hoger te proberen houden. 10, 11 seconden had misschien beter geweest. Nu was het 17, 20 en dat was net iets te veel. Ik moet gewoon toegeven dat vandaag Stibar de beste van de wereld was en dat ik de tweede beste was. Ik heb er alles aan gedaan. Ik heb gevochten als een leeuw, maar ik kon één demarrage niet beantwoorden. En daarna val ik op mijn tempo terug, wat niet echt trager was dan dat van hem. Vraag je dan voor Kevin Pauwels, proficiat met het brons. Voel jij je de derde beste als Sven zegt ik was de tweede beste? Ik was zeker niet een tweede of een beste. Ik had niet echt een superdag, maar echt slecht was ik nu ook weer niet. Jij reed lek? Ik ben twee keer lek gereden. De eerste keer dat ze met twee wegreden. Daardoor was ik eraf. En dan, de voorwaartse ronde nog eens. Ook jij, Sven? Je bent ook lek gereden? Eigenlijk net toen hij gedemareerd was en ik even op adem moest komen, dacht ik wissel een keer van fiets. En ik heb eigenlijk met die fiets maar een kleine halve ronde gereden. En bij de afdaling reed ik vooraan lek. Verloor ik nog eens 4-5 seconden. En ik zeg het, dan kun je de druk net niet hoog genoeg houden. En daarna kon ik ongeveer hetzelfde tempo aanhouden. En het is niet genoeg voor te winnen. Ik denk dat ik vandaag een hele goede dag had. Maar hij heeft specifiek naar deze wedstrijd toegeleefd en misschien merkte dat wel ik kom net iets te kort, maar ik ben wel heel trots op mijn tweede plaats. Het is een ploegmaat van jou en natuurlijk. Vier je dan nog mee, ook al gaan jullie wegen uit elkaar, Kevin? Ja, nog even wel, denk ik. Derde, kan je daarmee leven? Je hebt het al gezegd, geen superdag. Ja, zeker. Ik ben tevreden. In het begin zag je het er nog slechter uit eigenlijk. Dus. Ronde af met Sven Nijs. Sven, was er iets te doen aan Stibar? Ik denk het niet. Ik denk dat we eerlijk moeten toegeven dat hij dat ik er kort bij was, maar dat er eentje beter was. En ik kan er wel mee leven. Ik heb gevochten als een leeuw. Ik heb het eigenlijk nergens laten liggen. Goed, en als hij demareert en ik moet passen, dan moet je eerlijk toegeven dat je vandaag net niet kon winnen. Maar ik denk niet dat ik kan zeggen dat ik een slechte koers heb gereden, dat ik door de stress onderuit ben gegaan of weet ik wat. Ik was een tweede beste en daar blijft het bij. Oké, Kevin, Sven, bedankt voor jullie medailles en de prestatie. Oké, dankjewel ook Renaat. Bedankt ook Bart Welles om hier te willen wachten terwijl zij aan het praten waren. Het is niet echt koud. Je nam een goede start, maar daarnaast deemsterde je een beetje weg. Ja, ik wist dat ik van voor moest zijn in de start. En ik weet sowieso ook altijd van mijn eigen dat de eerste 2-3 ronden heel lastig zijn voor mij. De moment dat Sven demareerde, ging het net iets te snel. En toen wist ik van, ik moet zien dat ik mijn eigen tempo vind. En ik bleef gewoon op 15 seconden hangen. En de moment dat ik eigenlijk het gevoel had van, ik kom er terug door. Ik ging terug over Moerijk, ging terug over Chanel. Reed gelijk van boven in de wei. En toen zakte mijn moraal volledig onder nul. En dan heb ik er eigenlijk bijgereden. Ja, sorry voor de fans, maar eigenlijk. Ik heb me gewoon mijn oren laten hangen een beetje. En toen dacht ik van, ik wacht op die groep en ik ga daar wel zien wat ik doe. Ja. Je weet natuurlijk hoe je de pers moet bespelen. Hè? Je zei in de week voor het WK, ik wil voor een derde keer wereldkampioen worden. Als je zo'n uitspraak doet, geloof je dat dan zelf nog, Bart? Ja, zeker en vast. Ik was naar hier afgezakt met de intentie zo goed mogelijk te doen. En ik voelde van mijn eigen dat ik heel goed bezig was. Daarmee dat ik ook hoogrijden niet gereden had. Ik had daar misschien als een halve aan de start kunnen staan. En dan misschien vandaag hetzelfde resultaat neer te zetten. Maar ik wist dat ik er vol in moest geloven. En ik heb erin geloofd tot na 3 ronden. En toen was de moraal ook helemaal weg. Stibar is niet te kloppen op zo'n moment als hij zijn doelen uitpikt en er naartoe werkt. Ja, heel moeilijk en zeker als er pech bij gemoeid is. Hè. Ik heb ook gehoord dat Sven lek gereden is op een bepaald moment. Dus ja,
dan is het moeilijk. Dus, Ja, goed, we gaan eens luisteren naar Zdeněk Stibar live bij Renaat. Ja, en het eerste wat je zal zien is een beeld van zijn fietskader. Je ziet daarop staan Tabor, Zang, Twendel, Zedam. Ze zijn bij de pinken natuurlijk, bij de sponsor. Zdeněk Stibar, het is weer hetzelfde kleurtje, weer die gouden medaille. Jouw eerste gevoel in het Nederlands nu? Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik denk dat niet iedereen gelooft dat ik kan dat houden, dat de supercompensatie komt. Maar vandaag, dat was echt een heel goede dag voor mij. En ik was gewoon bang als ik was rondgereden met vier Belgische coureurs. En nadien, wij waren samen met Sven, dan ik was een beetje rustiger dat wij kunnen samenwerken en gewoon wegrijden. En ik heb gezien dat Sven was, had misschien een slechte moment. En ik heb gewoon een attack gedaan. En dat was, ja, en dan ik heb gewoon genoten van helling koers eigenlijk. Die helling, daar is het gebeurd. Wist je donderdag al op training, toen je hier als een gek, zo mag ik het noemen, tekeer ging, dat het daar kon gebeuren? Ja, dat heeft ook gebeurd in 2005, waar ik heb met belofte gewonnen. En dat is echt wat ik wou van hart te doen van mijn ploeg, van mijn Telenet Videoploeg. Dat ik kwam naar de ploeg als wereldkampioen en ik vertrek als wereldkampioen. En ik denk, ik heb dat beloofd naar mezelf dat ik zal dat doen. En ik heb dat gedaan en dat is niet moeilijk als je zegt, oké, ik ga gewoon voor de wereldkampioenschap. Ik wil gewoon wereldkampioen zijn. Iets niet de makkelijkste te doen. Nee, ik zie dat de emotie bij jou aanwezig is. Is dat omdat dit zo'n afscheidscadeau is voor een ploeg waar je zoveel mooie jaren hebt beleefd? Ik denk, ik kan geen betere cadeau geven. Ik denk dat de ploeg heeft voor mij 6 jaar de beste gedaan. En ik ben nu al 4e keer wereldkampioen in de ploeg. En wat kan je meer geven? En je maakt de overstap naar een pro-tourploeg, een wereldtourploeg moeten we eigenlijk zeggen. Met die regenboogtrui ga je nu voor Quickstep koersen. Dat gaat misschien jouw seizoen toch een beetje veranderen, tenminste de aanloop? Ik ben nu na de aankomst, ik zal nog overdenken, maar ik wil gewoon zeker in de cross blijven, zeker de volgende jaren, zeker de volgende 2 jaren. En nadien, als ik altijd zeg, wij zullen zien. Zeg eens hoe jouw programma er nu uitziet de komende dag. Wanneer ga je naar huis? Ik denk vanavond of misschien dat zal veranderen, maar ik weet niet wat komt van in een half uur. Ik denk ik zal alles weten. Dankjewel, Zdeněk Stibar.